Ja, Irene, gefeliciteerd. Met overmacht, hoor ik de commentatoren zeggen. Nou, het ging erg lekker, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet precies wat het verschil was, maar in de race merkte ik zelf wel dat ik heel makkelijk schaatste. En als de andere kop overnamen, dat ze wat vertraagd. Dus ik wist wel dat mijn kansen groot waren. Was het ook zo gemakkelijk? Want de omstandigheden leken best zwaar. Nou, toen ik ging inrijden, toen kwam er alles een beetje sneeuw en wind. Toen dacht ik, nou, dit kan nog wel een harde koers worden. Maar ja, ik voelde me heel goed en het ging gewoon goed. Ja, je weet dan dat je de sterkste bent, de snelste bent. Is het dan moeilijk om het ook weer af te maken? Ja, ik was nu alleen en er was een team die, ja, die rijden een beetje met z'n tweetjes. Dus ja, je weet het nooit helemaal hoe ze het gaan uitspelen. Dus ik moest gewoon alert rijden en het ging goed. Ik had het idee dat ze een beetje naar jou keken ook. Ja, ik denk wel dat ze, dat ik een van de gevaarlijkste ben. Dus dat ze op mij letten en dat ze me niet uit het oog moeten verliezen. Is dit nou het leukste zo in de buitenlucht op natuurreis? Als het goed gaat wel. Ja, toen we net begonnen, toen vond ik het erg koud. En dacht ik, ja, waarom heb ik dit gekozen en nu geen sport in de zon? Maar als je eenmaal bezig bent, krijg je het warm en dan is het gewoon echt genieten. Ja, je bent veel aan het winnen de laatste tijd. Dit kan een leuke week worden voor je. Ja, maar dit was mijn laatste marathon. Ik moet morgen weer op het lange baan richten. Rijd ik weer op kunstijs, want dit weekend heb ik het NK Allround. En dit is niet heel voordelig voor het NK, alleen ja, is er natuurreis in Nederland, die kan ik niet niet overslaan. Is het al moeilijk om die keuze te maken? Ja, ik vind het heel moeilijk. Maar ik heb nu echt een doel gesteld. Ik ben geplaatst voor het WK afstanden en dat is mijn doel. En daarbij past dit wel in het schema. Je moet naar het podium. Ja, ik hoor het. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja,